Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shop log voor je. Ik moet meteen heel eerlijk zeggen, deze shop sessie was niet heel geslaagd. Ik was bij een andere Action als waar ik normaal kon. Deze is ook relatief wat kleiner waar ik nu was. En ze hadden niet echt de dingen waar ik voor kwam. Sommige wel, sommige niet. De hoofdzakelijke reden dat ik naar de Action ging, dat was voor een cadeautje voor mijn nichtje Lente. Die is jarig, dus die moet een cadeautje hebben. En het cadeautje wat ik in mijn hoofd had, die hadden ze natuurlijk niet. En zo gold het dus ook voor wat andere dingetjes. Maar goed, ik heb wel weer een aantal dingetjes meegenomen. En ik ga je laten zien wat ik dan wel heb gekocht bij de Action. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen van de producten zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Ik heb ook een paar dingetjes die waren in de aanbieding. Daar zal ik even een sterretje voor zetten. Dus dan weet je dat de prijs kan verschillen. Mocht je zelf zoiets nodig hebben en naar de Action gaan en het is dus niet in de aanbieding, kan de prijs dus anders zijn dan die ik in beeld heb neergezet. Ik begin maar even met twee hele basic items en dat is cadeaupapier. Nou, zoals ik net vertelde, mijn nichtje Lente is jarig en ik moet cadeautjes inpakken. En dan vind ik het toch wel leuk om wat kinderlijk papier eromheen te doen. Ik bedoel, ze heeft het helemaal niet door hoor. Ze wordt 1 jaar en ze heeft zoiets van scheuren. Het kan mij niet schelen wat erop staat, maar ik vind het dan toch wel heel erg leuk. En ik vind het inpakpapier van de Action over het algemeen wel heel fijn. Dus ik heb een rol met Minnie en Mickey Mouse meegenomen. Heel leuk met blauwe stippen. Ze staan er ook wel heel mooi op, vind ik. Echt een soort 3D-achtig. Hier hebben we nog even Minnie. Dus die vond ik wel heel erg mooi. Ik heb er ook eentje met prinsessen. Vraag me niet wie het zijn, want ik ben niet heel goed in de Disney. Ik zie hier volgens mij Rapunzel, Ariel, Assepoester misschien. Ik denk dat dit Assepoester is. Ik geloof dat dit Ariel wel is. Dit is Rapunzel, dat kan niet missen met dat lange haar. Maar gewoon even 2 basic rollen van Disney. Dus ik dacht, nou dan heb ik die in ieder geval in huis om toch cadeautjes te kunnen inpakken. Dan heb ik een Luxury Fur en Lint brush gekocht. En dat is deze borstel. Dit is een luxe vacht- en pluisborstel en die kun je dus gebruiken voor gestoffeerde meubels, voor kleding, tapijt- en vloerkleden, kussens en nog veel meer. En hij is dus herbruikbaar. Je had hem in het blauw en in het rood en ik heb rood gekozen. Je kunt hem dus bewaren in die houder. Nou ja, ik heb 3 katten en het is gewoon zo, met katten heb je gewoon snel overal haar. En ik merk het vaak ook op mijn kleding en ik heb een van die kledingrollers, maar ik vergeet het dan toch vaak af te rollen. En bij mij heeft het vaak niet heel veel zin, want en niet alle haren blijven er aan plakken en het volgende moment zit ik er weer onder. Maar dit is gewoon meer fijn dat als ik dan de deur uit ga en ik zit er heel erg onder, dat ik hem eventjes kan rollen. Volgens mij gaat het stof ook in de houder zitten en kun je die dan leeggooien als ik het hier zo op de achterkant bekijk. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik vind het ook wel heel fijn dat je bijvoorbeeld ook voor je bank en voor je tapijt kunt gebruiken. Want dat, ja, daar gaat ook veel haar in zitten. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze borstel. Mocht je daar nou geïnteresseerd in zijn, zou ik altijd nog eventjes kunnen laten weten in een van mijn vlogs hoe dit in zijn werking gaat en of het mij bevalt. Ik was hier wel heel erg benieuwd naar, dus ik dacht, nou, dat vind ik wel handig om mee te nemen. Dan heb ik eindelijk de goede gekocht. De showtassen, zoals ze genoemd worden in mijn vorige Action Shoplog, dacht ik dat ik ze gekocht had. En toen had ik andere hoesjes gekocht, maar nu heb ik ze daadwerkelijk wel gekocht, gewoon met die ringetjes. Die zijn gewoon altijd handig. Ik doe er bijvoorbeeld ook altijd mijn doodletekeningen, bewaar ik hierin in een map. Dus ik heb gelijk weer eventjes 2 pakketjes meegenomen hiervan. Ik dacht, ja, dan heb ik dat in ieder geval gewoon weer in huis. En ik voelde me de vorige keer zo dom dat ik ze niet had gekocht. Dus ik ben wel blij dat ik ze nu gewoon weer heb. Er zitten 25 in 1 verpakking en ik vind ook de kwaliteit is wat verbeterd. Want vroeger waren ze echt meer plastic en nu is het wat ander materiaal. Wat ik zelf veel fijner vind. Dus
Ja, ik ben er wel weer heel erg blij mee, omdat ik die gewoon nodig had. Dan heb ik ook nog een klein plantje gekocht. Ik gebruik deze plantjes altijd om neer te zetten bij het maken van mijn productfoto's voor de blog. En ik vind het wel leuk om wat verschillen te hebben. En Action heeft tegenwoordig ook van die kleintjes. Ik weet echt absoluut niet wat voor plantje het is. Mocht even jullie het weten, laat het zeker weten. Maar ik vond hem er gewoon leuk uitzien met zijn kleurencombinaties. Hij heeft ook van die steentjes. Ja, die laten vaak wel sneller los. Maar ik vond deze wel heel erg mooi eruit zien. Dus ik dacht, die is wel leuk weer om te gaan gebruiken bij het fotograferen van de foto's. Dan heb ik ook nog een blokje meegenomen en ik kon hem niet laten, want het is een kat. Ik vond hem zo schattig. Er zit best wel een grote inhoud in. Nou moet je natuurlijk wel van deze kant gaan drinken, want anders zit je met die oortjes. Maar ik vond hem zo schattig dat ik dacht, ja, die ga ik meenemen. En ja, ik vind het ook wel lekker om bijvoorbeeld mijn koffie te drinken uit leuke mokjes. Ja, ik weet niet. Ik had er een zwak voor omdat het een kat is. Dus daarom heb ik hem meegenomen. Dus ik vind hem wel heel schattig zo. Dan heb ik een spelletje gekocht voor de Nintendo Switch. Ik had al gezien op het internet dat de spelletjes in de aanbieding waren. En op internet stonden weliswaar andere spelletjes dan die in de winkel lagen. Dit zal ook wel per Action verschillen. Maar ik kwam Animal Doctor tegen en ik vond het er wel leuk uitzien. Je kunt je dromen laten uitkomen met Animal Doctor. Als je de hele dag door voor dieren wil zorgen. Met Animal Doctor word je omringd door dierenvriendjes en huisdieren. Dus je kunt paarden. Ik zie hier zelfs een hert. Nou, het is best wel heel verschillend. En het ziet er ook echt wel heel erg mooi uit. De specificaties wat ik zo zie. Dit is trouwens met een downloadcode. Hij is ook vanaf 3 jaar. Dat werkt best wel heel makkelijk. Ik heb zelf nu 1 spelletje al met een downloadcode. Er zit dus een code in. Die moet je invoeren bij de e-shop en dan kun je hem daarna gaan spelen en dan komt hij gewoon eigenlijk in je scherm te staan. Dus je hoeft niet steeds een kaartje erin te stoppen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar die spelletje. Voor de prijs die ik ervoor heb betaald was het zeker het proberen waard. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd, maar ik vind het wel heel erg leuk dat ze dit soort spelletjes dus ook wel eens bij de Action verkopen. Het kan wel zijn dat het al een wat ouder spelletje is, maar dat geeft niet. Ik speelde dit soort spelletjes met dierendokters ook wel op de Nintendo DS. Dus ik vond het wel heel erg leuk dat ik deze tegenkwam voor de Switch. Dus ik dacht, nou die neem ik sowieso mee. Want ja, die lijkt me heel erg leuk. Dan heb ik steekbestek. En dit is wel heel erg grappig, want ik was hier al heel erg lang naar op zoek. Ik heb dit vroeger wel eens gehad en ik vond het altijd wel heel erg handig. Vooral bij bijvoorbeeld spareribs eten. Ik ben iemand die gaat eerst het vlees eraf snijden voordat ik ga kluiven. Maar ook gewoon bij sommige vleesstukken is het gewoon fijn om wat scherper bestek te hebben. En toen zei ik altijd al, oh, ik moet echt weer een keer steekbestek hebben. Dat kocht je vroeger bij de Action en dat zag ik elke keer maar niet. En nu liep ik langs het aanbiedingsschap en zag ik het gewoon daadwerkelijk liggen. Dus ik dacht, nou dat neem ik sowieso mee. Er zitten... Het is vierdelig. Je krijgt dus 4 vorken en 4 messen. Nou, voor mij is dat natuurlijk genoeg, want ik ben toch maar alleen. Ik zie wel dat het iets anders is. Het is iets breder. Vroeger was het naar mijn gevoel iets smaller. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk dat ik dit nu tegenkwam. Het is ook echt wel een heel scherp mes staat erop. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Geef dit absoluut niet aan kinderen, want dat wordt een gevaarlijke boel. Maar... ja, ik ben er wel weer heel erg blij mee. Het is eigenlijk zo grappig dat als je al een tijdje lang naar iets op zoek bent, het dan toch spontaan tegenkomt. Terwijl je er eigenlijk dan al niet echt meer rekening mee hebt gehouden dat je het zou kunnen vinden. Dus dat vond ik heel erg leuk. Ja, dan heb ik ook nog een sport-BH meegenomen. Dit is van Australian. En het grappige is, ik was hier al een hele tijd naar op zoek. Want ik heb de...
poosje terug bij de Action heb ik ook de sportbroek gekocht. En die is zo daadwerkelijk fijn. En ik zag dus dat ze er ook een sport-BH van hadden. Of een sporttop noemen ze het eigenlijk. En toen dacht ik, oh, die zou ik ook wel heel graag willen hebben. Maar elke keer dat ik bij de Action kwam, hadden ze mijn maat niet. Of ze waren op, of het waren veel te grote maten. En nu zag ik er nog eentje liggen in de maat SM. Dus ik dacht, nou, die neem ik sowieso mee. Er zit 92% polyester in en 8% elastiek. Elastan. Je kunt hem wassen op 40 graden. Hij mag niet in de droger, zie ik. Maar ik vind dit wel heel erg fijn. Dan vind ik het ook wel weer leuk te combineren met die broek. Zo zie je ook de combinatie hoe het staat. Deze dame die draagt het met de top en de broek. Dus hier was ik wel heel erg blij mee dat ik hem nu eindelijk heb gevonden. Vooral als je al heel erg lang op zoek naar bent en je komt hem dan toch nog tegen. Want ik was op een gegeven moment al bang dat ik hem niet meer zou kunnen gaan kopen. Omdat hij er misschien weer uit zou gaan. Maar nou ja, heb ik hem toch kunnen vinden. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ook heb ik nog even een big shirt meegenomen. Nou heb ik laatst al wel een aantal big shirts weer gehaald. Maar die dingen gaan er bij mij zo hard doorheen. Omdat ik letterlijk één avondje zo'n shirt aan kan. En dan moet het in de was. Dus toen kwam ik bij de Action deze tegen. Ik heb hier een maatje S. Bij Action is S 36 tot 38. Dit is 100% katoen. Dus dat is wel lekker. En er staat Carpe Diem op. Dus ik vond hem wel heel erg leuk. En die dingen zitten zo lekker, weet je, ook gewoon om in te slapen, maar ook gewoon om 's avonds aan te trekken als je lekker gedoucht bent. Dus ik dacht, nou, die neem ik nog even mee. Het was volgens mij de laatste maat die ze hadden. Nou, dat komt dan goed uit dat ik deze pas. Dus deze kun je op 40 graden wassen, mag ook niet in de droger, zie ik. Maar goed, vind ik ook niet zo erg, want met de plaat is het toch altijd een beetje een dingetje of dat lukt. Maar hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik nog eventjes twee gummen meegenomen. Ik ben laatst mijn gum kwijtgeraakt die ik altijd gebruik bij het bullet journalen. En het vervelende is, hij was nog lang niet op. Nou, had ik nog wel wat gummetjes op voorraad, maar gummen gaan er best wel snel doorheen. Dus ik dacht, nou, ik neem weer even een setje mee. Helaas hadden ze niet meer de gummen die ik normaal heb, want ik heb normaal die gewoon van het Action huismerk, die van Office. Die hadden ze niet, dus ik heb ze nou maar van Rezoplast. Het zijn dan wel maar twee gummen, maar ze zijn wel heel erg groot zoals je kunt zien. Ik weet niet eens of het erop staat. Ze zijn latexvrij. Er staat niet op hoe groot die daadwerkelijk is, maar je ziet wel dat die echt wel best wel breed is. Dus dan heb ik in ieder geval weer eventjes twee gummen erbij. Dan heb ik altijd weer even een voorraadje, want dat is toch wel heel erg fijn. Dus ik vond het wel jammer dat ze die andere niet meer hadden, want daar kreeg je echt best wel veel gummen. Maar goed, toen ik die zag, dacht ik, ga ik voor deze. Dan heb ik die in ieder geval ook weer. Dan was ik ook nog eventjes bij de afdeling met knutseldingen. Ze hadden helaas niet heel veel, maar ik kwam deze setjes tegen. En dit zijn een watercoloring set. Ik heb hier allereerst deze met deze kleurtjes. Het zijn een beetje wat lichtere kleurtjes. Er zit ook een instructie bij, er zit een gum bij, er zit zo'n pennetje bij om, het, om ermee te waterverven. En ik zie ook een pen. Ik kan wel even kijken of hier achterop misschien goed staat. Ja, je krijgt 5 brushpens en die zijn dus ook dubbel. Die kun je aan 2 kanten gebruiken. Een penseel met een waterreservoir. Een fijnlijner, 1 potlood en een gum en dan een handleiding. Dus dat is deze in die kleur. En ik heb hem ook in deze kleur. Dit zijn dan net weer wat andere kleurtjes. Nee, het is niet zo mooi weer. Vond ik wel heel erg leuk. Dus daar ben ik wel benieuwd naar om die te gaan testen. Ik heb zelf al wel gewerkt hoor, met watercolor producten. Maar ik ben dan ook wel benieuwd naar de resultaten van deze pennen. Want ik heb gehoord dat die best wel goed zouden zijn. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar deze twee. Dan heb ik nog weer even een basic item meegenomen. De Ilt sokken. Ik merk ook wel dat ze vaak uitverkocht zijn bij de Action. Dus eigenlijk, zodra ik denk ik kan wel weer een setje gebruiken, neem ik er toch weer eentje mee bij de Action. Omdat ik ze gewoon heel erg fijn vind werken.
Voor mij werkt het heel erg goed. Ja, ik heb best wel veel last van eelt. En ik merk gewoon dat mijn voeten hier heel erg zacht van worden. En ik vind ze zelf heel fijn. Ik hoor heel veel verschillende reacties van mensen. Sommigen vinden ze heel fijn. Anderen vinden het echt verschrikkelijk. Maar dat is een kwestie van smaak. Maar ik vind ze nog steeds wel heel fijn. Dus die heb ik in ieder geval weer even meegenomen. Dan heb ik ook nog een lipstick van de Only One. Dit is dan van Rimmel. Deze, dit is een vrij donker kleurtje. Want dit is de 810 One of a Kind. En ja, hij lijkt rood. Maar ik kan mijn vinger er niet helemaal op leggen. Want op de onderkant is hij heel donker. Dus ik weet niet precies wat voor kleurtje het is. Maar ik vind deze lipsticks heel erg fijn. En ze hebben ze soms wel bij de Action en soms niet. Dus ik ben hier wel weer benieuwd naar deze kleur. Want ik weet dat ik ze heel erg fijn vind. Dus dan heb ik die in ieder geval ook weer eventjes. Vond ik wel heel erg leuk. En dan heb ik ook het laatste product. En dat is nog een oogschaduwpalette. Deze oogschaduwpalettes heb je al wat vaker voorbij zien komen bij mij. Maar ze hadden een nieuw kleurtje. En dit is de 508 Vintage Fire. Ik heb nu twee kleuren al. Een wat lichtere. Die andere kleuren lijken een beetje op deze. Maar ze zijn wel anders. En ja, hier zitten gewoon 12 oogschaduwkleurtjes in die je zowel nat als droog kan gebruiken. En ja, staat niet bij of ze... Ja, ik zie shimmer en matte kleuren. Dus nou, wel weer leuk om te gaan proberen. Dus daar ben ik ook wel weer heel erg blij mee. Ik had ook nog even een shopper meegenomen. Want ik had natuurlijk weer geen grote tas bij me om het in te vervoeren. Dus nou ja, dan maar weer even een shopper. Dit waren dan ook eigenlijk alle producten alweer die ik heb gekocht. Ja, ik ben eigenlijk wel heel blij hoor met de aankoopjes die ik heb kunnen doen. Het is soms gewoon toch wel verrassend leuk dat je iets tegenkomt waar je eigenlijk al een tijdje naar op zoek bent. En de hoop een beetje hebt opgegeven. Zoals nu met dat steekbestek, dat je het ineens tegenkomt. En ja, ik was ook wel heel erg blij met de sport-BH. Ik ben zelf eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond. Wat ik dit keer heb geshopt. Of misschien zit er niks bij wat je leuk vindt. Kan natuurlijk ook. Maar ik vind het in ieder geval wel weer fijn om de producten te gaan gebruiken. Dus ja, wat minder grote shoppen als je van mij gewend bent. Maar ja, ik ben blij met mijn aankoopjes. Ja, ik ga bij deze dan ook gewoon de video afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ga je ook bedanken voor het kijken. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op dat rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat natuurlijk die rode button en daarnaast staat een belletje. Als je daarop klikt, krijg je een melding van zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je gewoon bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!